Waarom moet jij soms wel naar een advertentie, verkeerslicht of bitterbal kijken? Dit is de Universiteit van Nederland. In 1995 is de 27-jarige agent Kenny Conley betrokken bij een achtervolging naar aanleiding van een schietpartij. Bij deze achtervolging gaat echter iets mis. Een aantal collega's van Kenny arresteren de verkeerde persoon. Het blijkt later een undercover agent te zijn. En bij deze arrestatie wordt zeer veel geweld toegepast. En de politie wil dan ook heel erg graag weten welke agenten betrokken waren bij deze arrestatie. Kenny wordt gevraagd. Hij was immers in zijn achtervolging op de dader langs deze vechtpartij in arrestatie gerend en zou dus gezien moeten hebben welke agenten erbij betrokken waren. Kenny ontkent. Hij zegt niets gezien te hebben, maar hij wordt niet geloofd. En er begint een rechtszaak tegen Kenny, omdat hij wordt verdacht van het beschermen van zijn collega's. Hij is al langs gerend. Hij moet dit toch gezien hebben. Hij wordt veroordeeld voor 3 jaar cel. En de reden daarvoor is meineed en obstructie van de rechtsgang. En een lange rechtszaak begint. Hij gaat in beroep en wordt pas na 7 jaar vrijgesproken. Een aantal jaren daarna is deze situatie nagedaan door onderzoekers van een Amerikaanse universiteit. Zij wilden laten zien dat inderdaad dit mogelijk is, dat je ergens langs kunt rennen, maar iets compleet kunt missen. Proefpersonen werden gevraagd iemand te achtervolgen en zij moesten opletten hoe vaak degene die ze achtervolgde met zijn hand zijn hoofd aanraakte. Tegelijkertijd renden zij naast een arrestatievechtpartij die werd nagedaan. En achteraf werden zij gevraagd of zij iets hadden gemerkt tijdens deze achtervolging. Het merendeel van de proefpersonen gaf aan niets opgemerkt te hebben, net zoals Kenny. Hoe kan dit? Hoe is het mogelijk dat we maar een klein gedeelte van onze buitenwereld meekrijgen, terwijl al die informatie wel op ons netvlies valt? Daarom is het belangrijk om de term aandacht te introduceren. Aandacht is het mechanisme waarmee we onze wereld bekijken en selecteren. En aandacht is een selectiemechanisme waardoor we maar alleen wat voor ons belangrijk is meekrijgen. En de rest van de informatie kunnen we negeren. We zien alle kleuren, we zien alle vormen, maar aandacht is ervoor nodig om ergens te weten wat iets is. Dit is relevant omdat in Amerika politieagenten steeds vaker een camera op hun uniform dragen. En zij doen dit omdat later bij rechtszaken dan gekeken kan worden wat de agent heeft gezien. Maar het hoeft helemaal niet zo te zijn dat wat er op die camera te zien is, ook daadwerkelijk is wat door de agent is waargenomen. Er kan, zoals in het geval van Kenny, iets gemist worden, terwijl het op die camera wel te zien is. Dus je kan er niet zomaar van uitgaan dat die camera ook daadwerkelijk laat zien wat de agent heeft opgemerkt. En nu denkt u misschien, ja, dat is een hele absurde situatie, het is een achtervolging, het zijn hele heftige situaties. Dit gebeurt mij misschien in het dagelijks leven niet, dat ze allemaal in hele rustige situaties wel meevallen. Nou, dat denk ik niet. In het volgende filmpje zien we een complete persoonsverandering. We zien dat iemand de weg wordt gevraagd en dat tijdens dat de weg wordt gevraagd een complete persoonsverandering plaatsvindt. En u ziet het, degene die de weg vraagt merkt het helemaal niet op. Dit is geen proefpersoon, het is gewoon iemand op straat die de weg wordt gevraagd. En dit zijn best wel grotere veranderingen. Er staat ineens een compleet ander persoon. En een groot gedeelte van de mensen heeft het helemaal niet door. Ik vergelijk aandacht altijd vaak met een spotlight die door de wereld heen gaat. Net zoals dit. En een spotlight zorgt ervoor dat je alleen je aandacht richt op wat op dat moment voor jou belangrijk is. En het geeft toneelmedewerkers de mogelijkheid om bijvoorbeeld iets te veranderen, terwijl de toeschouwer dat helemaal niet doorheeft. En die spotlight die kan verschillende groottes hebben. Die kan heel klein zijn en die kan heel groot zijn. En nu zou u misschien deze aandachtssysteem als een beperkend iets zien. Iets wat niet zo efficiënt is. Je zou toch alles willen meekrijgen van je buitenwereld. Dat is volgens mij helemaal niet zo. Het is juist enorm efficiënt om maar een beperkt gedeelte van de buitenwereld te verwerken. Omdat op elk moment in de tijd niet alles wat op het netvlies valt voor u ook daadwerkelijk relevant is. Dit is dus een heel efficiënt systeem. Er zijn echt gevallen bekend van mensen die een heel ander werkend aandachtssysteem hebben. Een voorbeeld daarvan is Stephen Wiltshire. En Stephen Wiltshire is een idiosavant. Dat betekent dat hij in één ding heel erg goed is. En in zijn geval is dat de buitenwereld internaliseren, onthouden, opslaan. Hij kan met een helikopter boven de stad hangen en in zeer korte tijd die stad in enorme grote detail opslaan. En later, als hij klaar is en een groot tekenbord voor zich heeft, kan hij dat helemaal in detail natekenen. Dit is misschien een prachtige eigenschap, maar het gaat wel ten koste van andere zaken. Stephen heeft moeite met communiceren en heeft moeite in sociale omgangen.
Dus het lijkt alsof het brein keuzes maakt. En in dit geval, doordat we niet alles verwerken, zijn we in staat om energie aan andere dingen te besteden. Nou, wat bepaalt nu precies waar we aandacht voor hebben? Nou, dat is een strijd tussen de binnenwereld en de buitenwereld. In eerste instantie hebben we de buitenwereld die informatie aan ons aanbiedt. En er zijn een aantal dingen in de buitenwereld die automatisch de aandacht trekken. Een eerste categorie zijn elementen die afwijkend zijn in termen van kleur en vorm en oriëntatie. Dat zijn de bouwstenen van het visuele systeem. In die primaire visuele cortex hier achterin wordt kleur en vorm en oriëntatie wordt apart verwerkt. En als daar een afwijkend element in ons buitenwereld is, iets wat opvallend is, iets wat anders is, dan trekt dat automatisch de aandacht. Een voorbeeld daarvan is gezichten. We weten dat we heel erg graag naar gezichten kijken. En er zijn ook studies die laten zien dat gezichten automatisch de aandacht trekken. Zo weten we ook dat mensen die bang zijn voor spinnen, automatisch de aandacht laten trekken door een spin. Sorry als dat in dit geval gebeurt, dat kan best een heftige situatie zijn als u dat heeft. En een situatie die van mij nog wel eens van toepassing is, ik heb vaak honger. En als ik op een borrel sta en er gaat ergens een schaal met hapjes rond, dan lijkt het alsof mijn aandacht automatisch naar die schaal met hapjes gaat. En ik kan daar niks aan doen. Aan de andere kant hebben we doelen en intenties. We willen een taak uitvoeren. U wilt op dit moment waarschijnlijk dit college volgen. En daarom heeft u alle aandacht op mij gericht en op de slides die hierachter gepresenteerd zijn. Dat is niet iets in de buitenwereld. Ja, ik heb een gezicht, dat zal best automatisch de aandacht trekken. Maar u wilt het college blijven volgen en daarvoor moet u de aandacht op die plek blijven houden. Nou, het is dus zo dat er een continue strijd is. Want stel, ik sta hier het verhaal te vertellen en ineens komt er iemand binnengerend. Op dat moment hebben we competitie tussen uw doel, namelijk dit college volgen, en iets wat de buitenwereld aan u opdringt, namelijk een opvallend iets. En op dat moment zullen we dus zien dat er een conflict ontstaat. En gegeven de situatie wordt aandacht dan gestuurd naar of dat opvallende element, of u bent in staat om de aandacht bij dit college te houden. Die strijd om onze aandacht is belangrijk, omdat je dus rekening moet houden dat je niet zomaar informatie kunt aanbieden en er maar vanuit kan gaan dat mensen het ook daadwerkelijk zullen oppikken. Aandachtsarchitecten zijn mensen die vanuit beroepswegen bezig zijn om informatie over te brengen. Denk aan reclamemakers, websitebouwers, mensen die verkeerssituaties ontwikkelen. Zij willen heel erg graag dat de informatie die zij aanbieden, dat het wordt opgepikt. En zij moeten dus weten hoe de aandacht werkt. Nou, in het verkeer is dat in Nederland best goed geregeld, behalve bij wegwerkzaamheden. U kent het vast wel, de grote, lelijke, gele borden waar alle teksten op staan. Ons visuele systeem is efficiënt, maar er zijn wel beperkingen. We kunnen met een snelheid waarmee we op de fiets zitten of waarmee we autorijden, niet in één keer al deze informatie verwerken. Dat is te veel gevraagd. En je moet er dus altijd rekening mee houden dat aandacht wel efficiënt is, maar dat je dus ook moet zorgen dat mensen die informatie ook daadwerkelijk kunnen verwerken. Aandacht en ogen zijn heel erg sterk aan elkaar gelinkt. En dat komt omdat we oogbewegingen maken om het gedeelte van het netvlies waar we het scherpst mee kunnen zien, namelijk de fovea, te verplaatsen op de plek die voor ons interessant is. Als voor ons iets interessant is, dan willen we dat natuurlijk scherp zien. Dus die aandacht gaat er naartoe, maar er zal ook een oogbeweging worden uitgevoerd naar die plek. Nou, ogen zijn heel interessant en die kunnen we meten. En dat kunnen we doen door middel van eye-trackers. En daar is iets moois gaande in de afgelopen jaren. Een paar jaar geleden kochten wij een eye-tracker voor 30.000 euro. Een fantastisch apparaat, we kunnen daar heel scherp en mooie oogbewegingen mee meten. Maar er zijn tegenwoordig al eye-trackers op de markt voor $200. Nou, dit is een soort hele geavanceerde webcam. Die webcam weet precies hoe de pupil eruit ziet en weet wat voor licht er op het oog schijnt en hoe dat wordt teruggekaatst. En op die manier is zo'n eye-tracker in staat om de oogbewegingen te volgen. En dit gaat een revolutie veroorzaken. Alle camera's die in uw tablets en uw telefoon zitten, zullen in de toekomst gebruikt gaan worden om uw oogbewegingen te meten. En u ziet waarschijnlijk nu al, kunt u bedenken wat daar de unieke toepassingen van zijn. Iedereen wil wel weten wat voor een gebruiker op een bepaald moment interessant is. Iedere reclamemaker wil wel weten waar de ogen op gericht zijn en waar iemand bijvoorbeeld niet naar gekeken heeft. Zo kan hij een reclame aanpassen in een bepaalde situatie. Nou, we kunnen maar één oogbeweging per keer uitvoeren. Dat lijkt misschien een beetje een arbitraire zin, uiteraard. Maar als u er iets langer over nadenkt, is dat een heel interessant gegeven. Omdat we 3 keer per seconde een oogbeweging uitvoeren. En dat betekent dat dus 3 keer per seconde er een beslissing gemaakt wordt waar de oogbeweging naartoe gaat. Dit gaat vol automatisch. En dat kunnen wij in het lab onderzoeken door hele simpele experimenten waarmee we oogbewegingen meten. En we kunnen dit laten zien door een proefpersoon, we zien hier het oog getekend, een oogbeweging te laten maken naar het rode bolletje wat straks overblijft. Nou, u zag de oogbeweging naar naartoe gaan, dat gaat prima, geen enkel probleem.
Wat we nu gaan doen is we gaan iets afleidends aanbieden. Iets sterks, iets wat nieuw is, zoals in dit geval. Nou, wat zien we gebeuren? We zien dat het oog als het ware automatisch, als in een reflex, naar die unieke afleider gaat. Dit kunnen we niet controleren. Ik doe dit experiment al jaren en toch als ik weer in het experiment zit, gaat het mis. En u ziet het evolutionaire voordeel hier wel van. Dingen die nieuw zijn, die opvallend zijn, die zijn waarschijnlijk voor ons wel belangrijk. En daarom is het goed dat als reflex die ogen automatisch naar die plek toe gaan. Er is nog iets heel erg interessants aan oogbewegingen, waar we heel erg weinig van afweten. We maken continu oogbewegingen. En dat betekent dat ons netvlies, als ik een film zou maken van wat er op het netvlies wordt geprojecteerd, dat het er ongeveer zo uitziet. Dus ergens in ons brein worden die hele schokkerige beelden die op het netvlies vallen, die worden als het ware vertaald naar een stabiel wereldbeeld. Naar de toekomst wil ik heel erg graag weten hoe dat kan en hoe het brein dat voor elkaar krijgt om die film die u nu ziet stabiel te maken, ondanks dat we oogbewegingen maken. Nou, we hebben nu gezien dat aandacht heel erg belangrijk is om ervoor te zorgen wat voor u in een bepaalde situatie doorbreekt. Wat voor u belangrijk is, wat u meekrijgt van die buitenwereld. Nu zijn er patiënten met hersenbeschadiging en die hebben een probleem met deze spotlight van aandacht. Die krijgen een aandachtstoornis. Visuele verwaarlozing of visueel neglect is een hersenaandoening die kan bestaan na schade aan de parietaal of de temporaal kwab. En die zorgt ervoor dat wij onze spotlight niet meer kunnen verplaatsen naar een bepaald gedeelte van de wereld. Bij beschadiging aan de rechter hersenhelft missen mensen informatie aan de linkerkant. En bij een beschadiging aan de linker hersenhelft missen mensen informatie aan de rechterkant. Dit komt vaak voor in de acute fase na een hersenbeschadiging. In de meeste gevallen lost dat na een paar weken weer op. Maar er zijn ook patiënten bekend waarbij dat chronisch is. En die hun hele leven lang dus moeite hebben om die spotlight van aandacht naar de linker of de rechterkant te verplaatsen. Nou, wat gebeurt er als je zo'n patiënt nu vraagt om bijvoorbeeld een klok te tekenen? Uitgedacht, dus niet natekenen, maar de vraag aan de patiënt, teken nou eens een klok. Nou, in deze instantie zullen zij wel gewoon een cirkel, een hele cirkel tekenen, want dat gaat automatisch. Daar heb je eigenlijk geen aandacht voor nodig. Maar dan wordt het moeilijk. Dan moeten ze de cijfers, 1 tot en met 12, in die klok gaan zetten. En deze patiënten verwaarlozen een gedeelte van hun wereld. Die is er niet. Nou, als zij dat gaat doen, dan raken ze heel snel in de problemen. Ze beginnen en die linkerkant is er niet. En op zo'n manier proberen ze dus als het ware alle cijfers te proppen aan de rechterkant. Het gaat vaak nog een beetje naar rechtsonder. Maar niet die linkerkant. Die is er niet. Als die spotlight van aandacht niet naar de linkerkant gaat, dan is die er ook helemaal niet. En zullen ze daar dus nooit aankomen en zullen ze ook nooit bewust worden van de linkerkant van het veld. Nu is het heel belangrijk om uit te leggen dat dit iets anders is dan een blindheid. Deze mensen zijn niet blind. Ze zien alle kleuren, alle vormen, net zoals wij. Maar op het moment dat je aandacht niet naar die informatie toe gaat, wordt het nooit bewust en is die informatie er dus voor jou ook niet. Onze visuele wereld wordt steeds drukker. Een aandachtsarchitecte is een enorm gevecht om deze aandacht. Want als je niet de aandacht pakt, dan kun jij jouw boodschap ook niet overbrengen. Dat gevecht om onze aandacht, daar moet je als winnaar uitkomen. Als je daar niet als winnaar uitkomt, dan zal de informatie, jouw logo, jouw reclame, jouw verkeersbord genegeerd worden. En u denkt u misschien, nou, dat was een hele rustige avond, het is mij vanavond niet gebeurd. Maar is het iemand in de zaal opgevallen dat ik de eerste 2 minuten met een bril heb opgestaan? Oké, nou, dat valt redelijk mee, maar toch heb ik er een aantal te grazen genomen. Wil je meer weten over het thema zintuigen? Kijk dan ook een van de andere colleges. Ik kan wel even aanraden om heel even een pauze te nemen, want uit de aandachtscurve weten we dat de aandacht na een kwartier ongeveer een beetje begint weg te zakken. Dus maak even een korte wandeling en kom dan terug voor een van de volgende colleges. En dan rest mij niks anders dan u te danken voor uw aandacht.